In deze tweede editie van onze kinderhuizenserie brengen we een bezoek aan kinderhuis Elim van de Heer in Vanica. Directeur Raj Singh vertelt dat door de moeilijke economische situatie het tehuis niet in staat is alle ideeën voor een betere toekomst van de inwoners uit te werken. Gezien het tehuis in haar 26-jarig bestaan nog nooit subsidie van de overheid heeft ontvangen, moeten ze alles zien te doen uit eigen middelen en donaties. Kinderhuis Elim van de Heer vangt wezen, halfwezen, verwaarloosde kinderen en kinderen met een beperking op. De 30 kinderen die het tehuis opvangt, wonen er permanent. Hoewel sociale instellingen staatszorg zijn, is de zorg en begeleiding van de kinderen in Kinderhuis Elim van de Heer volledig overgelaten aan de leiding van het tehuis. Daarom probeert het tehuis zoveel mogelijk zelf actie te ondernemen door te planten en te kweken. Singh zegt dat er niet voldoende besef is over hoe moeilijk sociale instellingen het hebben. Er moet speciaal beleid komen voor sociale instellingen. Want je moet van alles kopen. Van toiletpapier tot tandpasta tot alles. Dankzij wat donateuren die helpen. Maar u kan niet altijd op donateur rekenen. Het is niet een vaste ding. Het is toevallig, eenmalig, die dingen. Maar als je... Als je bijvoorbeeld een kant hebt van de overheid of van ergens, die denkt van oké, elke maand je ontvangt 2 zakken rijst, dan weet je van oké, elke maand hebben we 2 zakken rijst. Weet je, je hoeft dat daarvoor niet te betalen. Zo, de financiële toestand in Suriname is zwaar. Iedereen voelt het. Een klein gezin van 2 mensen voelt het. Laat staan een grotere gezin. Zo, ik vind persoonlijk dat... En ik ben blij met zo'n interview, omdat men moet weten, tenminste mensen moeten wakker worden van de realiteit. Kijk, mensen passeren hier, KCL aan, mensen passeren hier op straat. Maar ze weten niet de stress soms wat je hebt om hier dit boven water te houden. Singh brengt begrip op voor de inspanningen van de overheid op sociaal-economisch gebied sinds haar aantreden in 2020. Echter zegt de directeur dat de inspanningen die worden gemaakt richting vooruitgang niet direct merkbaar zijn voor sociale instellingen. U kan niet gaan en zeggen, nou ik ben van een kinderhuis, zo ik koop reis voor 100 SRD. Ja, je gaat je dikke 500 SRD moeten betalen voor een zakreis. We hopen dat dit jaar, dit is al februari, straks is maart, we hopen dat toch een helder licht zal schijnen. Omtrent de financiële crisis in Suriname. Maar ook dat een ander beleid zou uitgestippeld worden om tehuizen bij te staan en te helpen. Maar ook dat, al is het niet in geldvorm, maar tenminste op andere vormen, weet je. Dat toch mensen boven komt. Weet je? Volgens Singh kan de communicatie tussen de overheid en sociale instellingen beter. Af en toe komen er donaties van de overheid. Echter zijn deze gering. Singh doet een oproep voor onverdeelde aandacht voor sociale instellingen. De hulp die verwacht wordt, hoeft niet per se in financiële middelen, maar kan ook in de vorm van mankracht, levensmiddelen en subsidie. Singh benadrukt dat de hulp van de overheid kan bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van kinderhuizen. Er moet een duidelijk iets komen en mensen moeten aandacht geven aan kinderhuizen, want ze hebben het niet makkelijk. En nog erbij, de mensen die soms willen komen controle uitoefenen en dit uitoefenen, kom ook met een pakje brood. En niet alleen met je wetten en regels. Van, oh, dit is niet in orde, of dat is niet in orde, of dat is niet goed. Kom ook met een zak rijst. U doet ons goed en u helpt daarin. Dan alleen te komen met je controlegezichten. Singh geeft aan dat het kinderhuis de afgelopen 4 maanden 2 keer per week water moest kopen. Alhoewel er elke maand een rekening komt van de SWM. De overheid moet een dusdanig beleid gaan voeren voor sociale instellingen dat ze bijvoorbeeld subsidie krijgen voor nutsvoorzieningen. Het afbouwen van de subsidies was volgens de directeur geen goed idee, want op die manier is het moeilijker overleven.